Beste passagiers, wij zijn heel blij jullie te mogen verwelkomen op deze erg speciale trein, getrokken door een authentieke stoomlocomotief. Inderdaad, we hebben hier in Peridaise maar liefst 4 magnifieke locomotieven gerenoveerd, waarvan de 2 oudste van Duitse makelij zijn en dateren van het jaar 1917. 2 anderen werden in de jaren 50 in Polen gebouwd. Met 8 personenwagons, een 30-tal goederenwagons en heel wat reservemateriaal beschikt Peridaise over een van de allermooiste collecties van origineel en authentiek treinmateriaal. Een team van gepassioneerde treinliefhebbers zorgt dagelijks voor het onderhoud. Avant de prendre le départ, assurons-nous que votre sécurité est garantie. Veillez à celle de vos enfants, à ne pas vous pencher vers l'extérieur du train, à ne pas en descendre sans l'autorisation du chef de train et à toujours rester assis pendant le voyage. Un responsable se trouve à bord pour votre sécurité et vous accompagner en cas d'arrêt éventuel du train ou dans toute autre circonstance. Bon voyage à toutes et à tous. Alvorens te vertrekken, willen we er zeker van zijn dat jullie veiligheid gewaarborgd is. Gelieve goed op uw kinderen te letten, niet uit de trein te hangen, niet uit te stappen zonder toestemming van de treinchef en steeds te blijven zitten tijdens de reis. Een veiligheidsverantwoordelijke bevindt zich aan boord en zal u steeds begeleiden in geval van een eventuele stop of andere bijzondere omstandigheden. We wensen jullie allemaal een goede reis. Bij het verlaten van de molen en de oude brouwerij van Cambron steken we eerst het prachtige meer van het domein over. Aan de linkerkant, naast het strand en aan de voet van de vuurtoren, zwemmen grijze zeehonden en zie je ook zwart vervinkels rondom. Ensuite, toujours sur votre gauche, le Capostra, avec ses pélicans, ses oiseaux colorés. Ses kangourous sautillants et ses fascinants diables de Tasmanie. En 2020, un wombat a également eu domicile dans cette partie du parc. Het volgende uitzicht, nog steeds aan de linkerkant, is Australië. Met zijn pelikanen, kleurrijke vogels, rondgebroken kangoeroes en fascinerende Tasmaanse duivels. In 2020 heeft ook een wombat zijn intrek genomen in dit deel van het park. Voir un grand baleinier, le Mersus emergo, qui héberge reptiles, amphibiens et araignées. Sur la petite île voisine vit notamment une famille de gibbons qui se balance de branche en branche avec le gros bras. Rechts van onze trein ziet u intussen een grote walvisvaarder. De Mersus emergo, zoals het schip heet, herbergt reptielen, amfibieën en spinnen. Op het kleine eiland daarnaast woont de familie Gibbons, die met zijn lange armen van tak naar tak zwemt. Nous arrivons en Afrique. Vous voyez le village sur pilotis? Ce village lacustre nous a été inspiré par Gambier au Bénin. Entre ces cases et ce pilotis vivent de rares hippopotames nains. We arriveren in Afrika. Zie ons taaldorp rechts? Het is geïnspireerd op het dorpje Gambier in het Afrikaanse land Benin. In het water, tussen de staken van de bouwwoningen, leven erg zeldzame dwerghijlpaarden.
plaine de l'Ouest. Lorsque le temps leur plaît, ils sortent et profitent de la prairie qui entoure leur volcan. Si vous regardez attentivement, vous apercevrez aussi des conobes, des rizas et des mangabés sur l'autre volcan. In tussen zijn we bij de vulkaan gearriveerd. Er zijn er twee. En ze worden bewoond door indrukwekkende laagplattegorillas. Als het weer mooi genoeg is, komen ze ook naar buiten. U goed kijkt, ook onze familie Zwarte Mangabees en de oostelijke Flanje Apen opmerken. Les hippopotames dans leur bassin, mais aussi les rhinocéros blancs. Un peu plus loin, nous passons devant les éléphants d'Afrique, les sitatunga et les phacochères. La plupart de ces espèces sont menacées de disparition de la nature. C'est pourquoi Périnésa participe à la sauvegarde et à la reproduction de ces animaux et, en vous les présentant, vous sensibilise, chers visiteurs, à la menace qui pèse sur notre biodiversité. We zijn nu de helling op en we treden de wereld binnen van de allergrootste dieren in Zwart-Afrika. De nijlpaarden, witte neushoorns, Afrikaanse olifanten, sitatungas en rattenzwijnen. Je kan ze perfect bewonderen. Wat is dat kleintje? De meeste van deze prachtige diersoorten zijn juist uitsterven in de wereld. Daarom zijn wij actief deel van de behoud en voortplanting van de wereld. Wij zijn jullie als bezoekers ook alle gevaren die hen bedreigen, om zo ook op vlak van sensibilisering een verschil te maken. Expérimenter la puissance de notre locomotive pour tirer le wagon sur la grande longe de l'Ouest. Le bruit que vous entendez est le sentier qui vient de l'intentif de la vapeur en Ouest. Tijd nu om de kracht van de stoomlocomotive te ervaren. Want we trekken de wagon op de helling die langs Nausicaa loopt. Eiland van Zilomie, geïnspireerd op Madagaskar. Het kabaal dat je hoort is het typische geluid van een authentieke stoomlocomotief aan het water. Hier zien werd door Periraze aangekocht om er het grootste kweekcentrum voor Aziatische olifanten in Europa te bouwen. Deze diersoort is ernstig bedreigd en elke geboorte is dan ook uitstekend nieuws voor deze dieren. In een ultramodern gebouw van 2300 vierkante meter worden ons meer dan 20 olifanten dagelijks in de watten gelegd. Hun buitenverblijf is bijna 8 hectare groot. Je ne sais pas très bon, en fait, il n'y a pas très difficile.
Oh, il a acheté de l'eau. Ouais. Et l'autre, il jette du sable. Regarde, tu vois, il jette du sable. Non, c'est de la paille. C'est pour se chauffer. Comment ça s'est fait?